Het Koninklijk Concertgebouworkest bereidt zich voor op de Europese tournee. In verschillende landen speelt het orkest een deel van het concert samen met leden van diverse jeugdorkesten. Dit side-by-side project brengt het orkest deze week naar Turijn. In Italië is cellist Fabio Fausone geselecteerd om samen met 10 andere toptalenten het podium te delen met het wereldvermaarde Concertgebouworkest. In Italy that we know that the Concertgebouworkest is one of the top 10-5 orchestras in the world. And when they asked me, I was really excited because it's a really great opportunity. My dream could be to get a job like in Concertgebouworkest. Yes, this one. The sound of the Royal Concertgebouw Orchestra, for me it's such a really great orchestra. And with this powerful sound, and it will be really exciting, a bit scary, maybe in the first minutes, but then really, really funny. Probably, hopefully, yes. We are a little bit slower between second and third bar. Okay, together, please. De droom die Fabio heeft is eerder bij de Italiaanse Martina Forni uitgekomen. Eerst heb ik hier gestudeerd op het conservatorium van Amsterdam. En 4 jaar. En dan begin ik hier bij het KCO, het is in 2003. Dus het is heel lang dat ik hier mee doe. Dus dat is een grote eer. En eindelijk 3 jaar geleden heb ik, of 4 jaar geleden, heb ik een baan hier gewonnen. Dus eindelijk zit ik officieel vast. Mijn droom werd het Concertgebouworkest. Dat was gewoon, ja, ik wilde daar spelen, punt. Ik heb heel vaak auditie gedaan, moet ik zeggen, want het ging niet zomaar. En ik had heel last van mijn zenuwen en ik was ook technisch nog niet klaar om een vaste baan, vaste aanstelling daar te hebben. En nu speel ik iedere dag beter door mijn collega's, moet ik zeggen. Het is, ik leer iedere dag iets nieuws. Dus het is een proces die verder gaat. Fabio woont samen met zijn vriendin Virginia, die hij op het conservatorium heeft leren kennen. Riesci a essere più convinta su 22. E poi scendiamo un po' di più. Fabio is 3 maanden geleden afgestudeerd. Hij heeft al een aantal audities voor orkesten gedaan. De concurrentie is moordend. Op 1 vacature solliciteren ruim 100 cellisten. Well, this is a way how we can live together and we can earn money playing duo. And each one has other freelance work. And for now, I think for now it's okay. Hopefully it will be better in the future. The point is the attitude of the players, because in Italy when you get a job, then it's a job and you don't mind of the quality sometimes. This also makes maybe Italian orchestra a bit less than the other ones in Northern Europe. Nou, Turijn, Tom. Hoi. Ik hoop dat het beter gaat dan de vorige keer. Met Turijn en ons wil het nooit echt lukken. We hebben een aantal dingen gehad en de laatste keer was het zo dat door meteorologische omstandigheden de Mont Blanc-tunnel in één keer dicht was. En toen liep de vrachtwagen vast in een fuik van geparkeerde auto's, dus die kon daar gewoon niet meer weg. Dus toen liep het concert eigenlijk in het 100. Dus wij stonden met z'n allen in Turijn, maar geen vrachtwagen. Dus alle violen, alle cellen, alle bassen en alles wat je nodig hebt zit in die vrachtwagen. En die staat dan ergens bij een Mont Blanc-tunnel vast. Matriciana, la faccio stasera. Ti chiamavo per sapere se devo metterci la cipolla e l'aglio o no. No, non ci va.
Soms ben ik ook eenzaam in Amsterdam, natuurlijk. Maar het eenzaam zijn is ook gezond. Dan word je triest, dan met je huilen, een kopje thee, een kaarsje aan. Oh, ik mis eerst mijn familie en mijn vrienden. Die zijn die het minste kan zien. Wij spreken heel vaak met Skype, met telefoon en zo. Maar het is anders dan toch iedere week even kunnen omarmen. E allora taglio tocchettini e poi ci metto pomodoro. Sì. Ok. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Ah, sarà bellissimo. Mi spiace che tu non ci sia a mangiarla. We gaan ook kastanje eten in Torino, hè? Oh, dat mis ik ook zo. Het is het eerste keer dat ik met dit orkest naar Italië ga, op tournee. Heerlijk. Ja, want ik kan ook met mijn collega's eigenlijk mijn eigen land laten zien. Voor kort, maar wel heel leuk, dus ik ben wel trots. Fabio woont zijn leven lang in een dorpje dat zo'n 500 inwoners telt. Om de hoek woont zijn 81-jarige opa. Fabio helpt hem regelmatig. Ma adesso basta che già. Ma ne esce ancora? È già... Sì, va ancora perché. Ma è già duro. Prendi la scala, mettila là. Così? Questo qui è questo nuovo. Questo no? Questo qui è nuovo. Vado io, vado io. Ah, te lo prendo io, va. Qui è nuovo, nuovo. Non bello tutto, né? Perché ti ubriaca. Ancora dolce? Sì, un po'. Un pochino, né? Ma adesso viene. Viene amaro. Ma si sente già, va? È ancora un po' dolce. Dovrebbe venire... Che cosa pensi del mio futuro? Che cosa farò? Sei secondo te? Io spero che tu faccia carriera, no? Speriamo. Che tu faccia carriera. Speriamo. Se sarà, non sarà facile. Vabbè... Tutti i lavori non sono facili, però se lo fai con impegno, come hai fatto te finora. Adesso sei ancora giovane, hai ancora tempo di migliorare. Speriamo. No? Ma speriamo. For me it's really important to take a job. You can find better in the other countries because you have more challenge than in Italy. If we'll be in Amsterdam, we can find another house and we start a new life, but in the same style. E poi cosa suonano loro? C'è il pezzo con voi e poi non si sa. Ok, va bene. E sempre gatti? Certo. Ok. Mm-hmm. Va bene, va bene. Beh, sarà bello. Cioè, sentire il conservatorio comunque. Ciao, amore. Ciao. A te. Ciao. Ciao. Buona serata. Anche a te, ciao. Ci vediamo dopo. Ciao. Ciao. De ruim 80 leden van het Concertgebouworkest komen aan bij hun hotel in Turijn. Gisteravond nog traden ze op in Luxemburg. Bij zo'n strak schema is het van belang dat alles op rolletjes loopt. Elze van Tourneezaken zit toe op een vlekkeloze reis. Otherwise to the right. Alle kamernummers vanaf de tweede cijfer vanaf 5. Gaat hier rechtdoor naar de liften. Ik reis altijd vooruit om kwartier te maken, nog een keer te checken of alles wat ik heb voorbereid in Amsterdam echt ook zo in werkelijkheid uitkomt. En ik reis dus inderdaad altijd, vandaag komt men aan in Turijn en vanavond ga ik weer door naar Athene waar dan het volgende concert plaatsvindt. Morgen is wel het laatste concert van deze week en dan mag ik eindelijk ook even genieten van de muziek. En dan weet je ook weer waarvoor je het allemaal doet. Hallo. Oké. Okay.
Okay. The elevator is over there. It's the elevator is over there and your room number is here, the 128. 128, first floor. We hebben best veel moeilijkheden en het is steeds complexer om een tournee voor elkaar te krijgen. Turijn zijn we dus vanavond en daar hebben we ontzettend toestand gehad over allerlei documenten van de Sociale Verzekeringsbank. Je moet aantonen dat iedereen sociaal verzekerd is in Nederland om de dubbele belastingen te voorkomen. We hebben een paar remplaçanten mee en daar kunnen we dat document niet voor leveren. En dan gaan we dus weer extra betalen in Italië. Ja, dat is eenmaal, ze hebben hier natuurlijk ook een beetje toch een, nog steeds wat maffia-achtige praktijken. Ik kom eigenlijk net binnen, een half uurtje geleden, gelijk aan de gang. Dus ik heb nog niemand gesproken, maar volgens mij is het staat er, dus het is goed gegaan. Het is een paar uur voor aanvang van het concert. Fabio heeft zich gemeld voor een repetitie met de uitverkoren medemuzici. For me it's a kind of present after many months of practicing and studying and this orchestra is so good. It's one of the best of the world. So also the conductor Daniele Gatti is incredible. So I think that this is really motivating that also for us. Martina, che è una componente dell'orchestra del Concertgebouw, è una violista. Ciao! Vabbè dai, lo diciamo così Martina ci dice se è tempo e abbiamo pensato e... Ik voel me weer jong, ik voel me alsof ik weer in een jeugdorkest zit. Ja, je voelt het. Ik weet niet hoe het is voor jou om met je oma even te dansen of met je dochter te dansen. Dan krijg je meteen van, wow, mijn dochter, wow, snel, fit. Deze energie die doorstroomt, de hele tijd. De 10 Italiaanse talenten zitten vanavond op het podium direct naast een orkestlid met hetzelfde instrument. Ze delen dezelfde lessenaar. Fabio komt side by side te zitten naast Johan van Iersel. Dat moet zijn Fabio. Hi. Yeah. Johan, nice to meet you. Nice to meet you. You know where you will sit? I don't. Ask. Oh, you don't. I'll have to check. Don't worry. We will play the blue or the red? No, we will play one bar, just a normal. Okay. Nothing blue, nothing red. Good evening. Welcome to Italy. Een laatste repetitie onder leiding van chef-dirigent Daniele Gatti moet de puntjes op de i zetten. Two times you have an octava jump. Yes. No? Tira da da do ri. So tenero ed espressivo, ma non solo espressivo. Raccontami di Amsterdam. Va bene. No, ti conviene veramente venire a fare la lezione da noi. Si sta benissimo. Cioè, la città è piccola, quindi sì. Ci si gira in bicicletta. L'orchestra è a due passi dal centro, è sempre raggiungibile. Sì. E dopo... Ma sì,
non è la più pagata del mondo, però si riesce a sopravvivere, è un'orchestra di lusso. Ci trattano molto bene, la programmazione è spettacolare, ci sono sempre bravi direttori, quindi anche se è con il direttore non è male, non ho affatto. Se vieni a suonare da uno da noi, ovviamente poi devi suonare bene per come ti senti tu. Het ging geweldig. Het was zo voorbij, maar het ging geweldig. Het was heel fijn. Ik denk, hij moet maar bij ons in het orkest komen spelen, als het aan mij ligt. I told him you should join the orchestra. Yeah. I want to. Great, why not? Great job. No, thank you very much. Yeah, I great player. I really, really, really enjoy you it. You were leading very well also. Really? Thank you, yes. No, I was a bit scared. No, but it was really, really fun. Yeah. It was really something like incredible. I have never experienced to play with such a fantastic orchestra, fantastic musician. Each one of them, I mean all of them, were crazy, like amazing. Een paar maanden na de ervaring die Fabio heeft opgedaan met het Concertgebouworkest is hij in Amsterdam. Hij is uitgenodigd voor een auditie. Er is een vacature voor een cellist. Een kans voor hem om zijn droom uit te laten komen. Wie weet wordt hij de nieuwe collega van Johan. Een proefspel wordt gehouden meestal in de kleine zaal van het Concertgebouw. Bij de eerste twee rondes spelen kandidaten achter een gordijn. Dat is eigenlijk bedoeld om de objectiviteit te waarborgen, zeg maar, zodat de commissie niet weet wie er speelt. En degenen die dus doorgaan naar de finale hebben dus zeg maar, het voorrecht om dan de laatste ronde zonder gordijn te spelen en iets meer van zichzelf te laten zien, zeg maar. Je moet daar toch iets van zien te maken. In die zin is het ook vergelijkbaar met topsport, dat zeg maar, op het moment suprême moet ieder detail zeg maar, kloppen. Op het moment dat je daar zit en alles begint te trillen en je weet niet meer, je herkent je eigen instrument bij wijze van spreken niet meer, alles voelt lichaamsvreemd. Dat zijn die typische zenuwen natuurlijk die bij een sollicitatiegesprek of bij een proefspel naar boven komen en waar je op dat moment mee moet handelen, zeg maar. Nee, nee, it's okay. It's still okay. I'm in control, but I'm a bit stressed, of course. And this morning I practiced and calm and relaxed. Of course I will be stressed a bit and
it's a big chance. And I don't know, we will see. But it's a beautiful city. So if he will want, why not Amsterdam? Maar Fabio heeft inmiddels te horen gekregen dat hij helaas niet doorgaat naar de volgende ronde. Thuis bij Avrotros.